Dit werkt niet. Ik ga het op een andere manier doen. Kom mee. Trouwens, ik ben Kees de Bruin, burgemeester van Papendrecht. Riet, ik ga even weg. Is prima, oké, tot kijk. Hallo jongens en meisjes, 18-jarigen van Papendrecht. Leuk dat jullie dit filmpje gevonden hebben van YouTube. Je bent 18 en de schoolcarrière gaat eindigen en dat betekent dat je allerlei beslissingen moet nemen over de toekomst. Woensdag 2 maart, de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Je krijgt een stempas, die vind je in de brievenbus binnenkort. Neem hem mee naar het stembureau, neem je identiteitskaart mee, breng je stem uit en laat van je horen. Ja, dat is leuk, maar we mogen nu verder met de les. Uitstekend. Ja, je bent 18 en je staat dus voor een aantal belangrijke keuzes. Blijf je thuis wonen of ga je op jezelf? Ergens anders of in het mooie Papendrecht? Betekent dat je rijlessen gaat nemen en sparen voor een autootje? Of betekent het dat je met de fiets gaat of met de bus, het openbaar vervoer, dat is beter voor het milieu en de gezondheid. Allemaal vragen waarmee je geconfronteerd wordt. Waar jij een antwoord op moet geven, maar anderen met jou mee bepalen. Nou, ik ben al een keer naar kieswijzer.nl gegaan. Oh, en wat is dat? Kun je dat kort aangeven? Ja, dan kan je politieke voorkeur gaan toetsen en dan komt er een partij die het beste bij je past. Nou, dat lijkt me heel handig. Ik heb het wel, zoals Nick net zei, ook een keer de site bezocht. Maar ik ben nog niet helemaal uit wat bij me past. Voor jou is het ook de eerste keer, denk ik, dat je gaat stemmen, ja. Hè? Ja. Ja, ik ben pas 18 geworden en ik had nog niet echt gerealiseerd dat ik nu echt kan gaan stemmen. Nou, dat is een fraaie ontdekking voor jou. Ja, ik wist het natuurlijk wel, maar ik wist niet dat we zo snel verkiezingen zijn gekomen. Ja. Dus vergeet het niet. 2 maart.